Stevige infrastructuurwerken van de overheid die de economie aanzwengelen en jobs creëren. Dat ziet minister van Financiën Van Overtveld wel zitten, zelfs als we de strenge Europese begrotingsregels daarvoor moeten lossen. Met die boodschap trok de minister naar zijn collega's van de Eurogroep. Maar was dit niet de man die altijd zeer strikt in de begrotingsleer was, ook voor ons land? Er is heel weinig marge als je toetreedt tot een monetaire unie. Dan wil dat zeggen dat je een bepaalde discipline moet handhaven. Dat de essentie, dat de Griekse economie moet gesaneerd worden, moet geherstructureerd worden, dat moet overeind blijven. Dat is onbediscuteerbaar. Ook de Grieken, onder welke regering, zullen zich aan de discipline van de monetaire unie moeten onderwerpen. Daar is geen weg naar. Dat moet ons uitgangspunt zijn om die staatsschuld serieus naar beneden te krijgen. Want laat ons toch niet vergeten... Je zegt niet op nul brengen al. Dat is een ideaal beeld waar dat je kunt doen. Programma. Bijkomende inspanningen tegen 2018. Een structureel evenwicht. Evenwicht op de structurele begroting. Bijvoorbeeld op het vlak van de echte verankering van de budgettaire discipline, die hoe dan ook, mevrouw Van Bent, noodzakelijk is, nee, is in een monetaire unie. Daar moeten we nog zeker stappen zetten. Okay. Structureel evenwicht in de begroting in 2018 blijft wat mij betreft het marsorder. Goedenavond, meneer de minister. Europese begrotingsregels versoepelen. Wat is er in uw gevaren? Wel, er is wat dat betreft niets in mijn gevaren, want ik heb absoluut niet gesproken van het laten varen van begrotingsregels. Structureel versoepelen. Nee, ook dat niet. Structureel begrotingsevenwicht moet nagestreefd worden, moet bereikt worden. De overheidsschuld moet naar beneden. Mm-hmm. Waar ik voor gepleit heb, is dat we de ruimte kunnen creëren binnen het bestaande stabiliteits- en groeipact om meer infrastructuurwerken te kunnen doen dan we vandaag doen. Ja, daar dat gaan is mijn boodschap. Meteen maar er is in. Nergens sprake van loslaten van de begrotingsdiscipline. Nee. Dat is een geweldig misverstand dat de voorbije 24 uur ontstaan is. Daar is in mijn hoofd dat nooit sprake van geweest. U trekt dan met die oproep naar de Eurogroep, waar ook uw Duitse collega Schäuble erg hard in de leer ook zit. Is er dan toch sprake van, laat ik het noemen, voortschrijdend inzicht, ook als we zien wat vandaag gebeurt met die begrotingen van Spanje en Portugal, op de vingers getikt, maar heel mild? Wel, Spanje en Portugal zijn twee landen die enorme inspanningen geleverd hebben de voorbije jaren, zowel op het vlak van begrotingssanering als op het vlak van structurele hervormingen. 2015-16 zullen zij van hun traject afwijken. Mm-hmm. Er is duidelijk afgesproken dat dat zal gecorrigeerd worden. En dan denk ik dat je daar op de geëigende wijze moet mee omgaan. Landen die bewezen hebben dat ze het kunnen en dat ze het willen doen. Heel anders dan het Griekse verhaal. Waar er inderdaad toch wel op een bepaald moment een grote twijfel gerezen was of men het überhaupt wel wou doen. Mm-hmm. En dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Ja. Kunnen we op een of andere manier toch ook zeggen, als we uitgaan van dat voorbeeld Spanje en Portugal, u verwees daar net ook al, laten we proberen grote infrastructuurwerken te organiseren namens de overheid, toch een loslaten van die strengheid, van die austerity op het vlak van begroting? Nee, hoe nee. moeten we dat dan interpreteren? Nee, ik denk dat je dat, als je dat zo interpreteert, dat je dat iets te simpel, als ik mag, interpreteert. Mm-hmm. Want wat willen we eigenlijk bereiken? Dat is dat we eerst en vooral, er zijn concrete behoeften op het vlak van infrastructuur, qua mobiliteit, qua onderwijsinstellingen, qua hospitalen, qua havens, qua ICT-infrastructuur. Er zijn enorme behoeften. U mag ook niet vergeten dat bijvoorbeeld in ons land de netto publieke investeringen, dus rekening houdend met de waardeverminderingen, eigenlijk al meer dan 25 jaar in essentie nul zijn. Mm-hmm. Dus we slepen daar een enorme erfenis van het verleden mee. Ik begrijp de redenering dat u zegt, laten we dat in de economie pompen, maar daar is toch geld voor nodig. Ja. Dus dat betekent... Maar laat me een concreet voorbeeld geven. Laat me een concreet voorbeeld geven om het te illustreren. Vandaag zeggen de Europese regels, als je een infrastructuurinvestering om makkelijk te rekenen van 1 miljard doet, dan moet u dat onmiddellijk volledig in de begroting pakken. Terwijl het toch evident is dat de levensduur van zo'n project veel meer is dan dat startjaar. Dus het zou veel logischer zijn, economisch en ook zeer verdedigbaar, dat je bijvoorbeeld 5 jaar neemt en dat je gedurende 5 jaar 200 miljoen elk jaar in uw begroting neemt, waardoor je dus dat soort van drempels veel sneller kan nemen. Tweede voorbeeld, er zijn ook allerhande alternatieve financieringsmechanismen waarbij je zelfs bij voorkeur privaat geld in de publieke sector trekt voor bijvoorbeeld infrastructuur. Ja, maar daar is Europa veel strenger voor. Wel, daar is Europa, daar is Eurostat, dat onafhankelijk is en wat mij betreft zeker ook onafhankelijk moet blijven. Daar is Eurostat onduidelijk. Mm-hmm. Er zijn daar een aantal
zaken die misschien wel kunnen, maar misschien ook niet. En waar het in ieder geval niet duidelijk is wat nu de regels zijn. Okay. En ik heb gisteren gemerkt dat mijn collega's zeer enthousiast reageerden op het feit dat we op die punten meer duidelijkheid moeten creëren om daardoor ook meer privaat geld aan te trekken. Laten we misschien ook een kat noemen. Dit is een goed systeem, een voorstel dat u doet om uiteindelijk het probleem voor de Vlaamse regering en minister-president Bourgeois op te lossen van de Oosterweelverbinding. Want dat gaat over het afschrijven van zo'n infrastructuurwerken die de begroting op Vlaams niveau erg in het rood zou kunnen. En dus ook de federale. Het is een mooie illustratie van hoe je... Ja, maar daar gaat het dus eigenlijk om, toch? Nee, uiteraard zal Oosterweel, indien deze systematiek echt, hoe zou ik zeggen, realiteit wordt, want we zijn gisteren pas met de discussie begonnen, voor alle duidelijkheid, dan zal uiteraard Oosterweel een project zijn dat daar perfect in kan passen. Maar er zullen nog veel andere projecten zijn die hier ook in passen, in België en ook in de andere landen.